Hallo, leuk dat jullie vandaag weer kijken. Ik heb vandaag weer allerlei beautyproducten uitgezocht en die wil ik graag met jullie delen. Het zijn mijn top 5 favorieten van deze maand en daar ga ik even wat over vertellen. Laten we eerst beginnen met een parfum. Er is een nieuwe parfum Hypnotic Poison uitgebracht van Dior. Normaal gesproken ken ik de Hypnotic Poison parfums niet. Maar ik heb deze even uitgetest en dit is de Eau Secret. En die is echt heel sensueel, mysterieus. Echt een lekker geurtje die je draagt voor de zwoele zomerse avonden. Een heel chic geurtje en ook heel sensueel. Nou goed, gaan we verder naar de top 4, nummer 4. Dit is een 2 sleek paletjes, die heb ik binnengekregen. Echt heel leuk, want het zijn lipstickjes in een palet. En het zijn tinten. Je hebt een roze palet, roosachtige palet. En die bevat dan roosachtige tinten. Dit is dus het roze palet. En je ziet al, ik heb hem wel een beetje gebruikt. En dan heb je een beetje roze-paars of knalroos, lichtroos, babyroos. En dit is een heel mooi palet met een grote spiegel en applicaten. Die kun je altijd meenemen om, om je lipstick zo op te brengen. Ik ben sowieso altijd fan geweest van sleek producten. En dit is een product die je nog niet kent van sleek. Het is een nieuw product. Dus dat vind ik altijd wel heel fijn. En de doosjes zijn ook wel mooi zwart mat. En makkelijk mee te nemen. En dit is dus hetzelfde palet, maar dan in rood-oranje-achtige tinten. En dit kleurtje met een tangerina kleurtje vind ik echt heel mooi. Nou, dit zijn dus de paletjes van Sleek. Echt een must-have. Nou, daarna kom ik op de lentecollectie van Guerlain. Guerlain heeft altijd hele mooie collectie, gewoon heel luxe. En ja, gewoon net als alle luxe make-up merken hebben ze altijd een pronkstuk in de collectie. En hou je van luxe make-up merken, dan is deze collectie echt een must-have voor jou. Zelf ben ik heel erg fan van het merk Guerlain, dus daarom zit deze ook in mijn top 5 van deze maand. En dit is de pronkstuk uit de collectie. Dat is een poederdoosje. En er zit een heel mooi sponsje erbij. Zo'n fluffy-achtige spons. En het bevat allemaal pareltjes, verschillende kleuren. En het ruikt ook heel erg lekker een bloemige, een beetje rozengeurachtig. Ja, een beetje een romantische geur. En dit kun je zo meenemen en dan kun je jezelf bijpoederen. Het is meer een pronkstuk, een collectum item voor je stash. Verder bevat de collectie ook hele mooie lipstick kleurtjes. Ik heb er 2 ervan. En die lipsticks zijn ook echt heel leuk. Je kunt ze gewoon uit de verpakking, uit de verpakking halen. En dan is het een gouden huls. En als je op het logoetje drukt, dan komt de lipstick naar buiten. Dus het is echt een beetje een gadget. Dit is een kleur, een beetje een roosachtig, romige kleur met veel glittertjes erop. Zelf vind ik hem heel mooi en ik laat hem al binnenkort zien op de website. De andere lipstick is een donkere kleur. Het werkt hetzelfde als die ander. En dit is een paarsachtig rode kleur. Dus wat feller en wat knallender deze. En deze heeft het ook net als de andere lipstick kleurtjes. Heel veel glittertjes. Ja, zoals elke collectie van Guerlain hebben ze ook een oogschaduwpalet uitgebracht. En deze collectie, de Spring collectie, bevat 2 paletjes. Een cakey-achtige palet. En deze vind ik echt heel mooi. Het bevat heel veel glittertjes en een beetje van grijze lichtgroen naar cakey kleur en een beetje een roze-achtige kleur. Dus dit is echt wel mijn must-have palet van deze collectie. En het tweede palet uit deze collectie is dus een paarse kleurig palet. Ik vind het paletje sowieso altijd al mooi. Heel luxe, goud, glimmend. Het is een paarsachtige
lila met wit oogschaduw palet. Ook wel heel mooi. Nou, dit zijn dus de producten van de springcollectie van Guerlain. Nou, dan heb ik een haarborstel van Mason Person. Mason Person is een borstel die gemaakt is door meneer Person. En die heeft in 1885 haarborstels uitgebracht. En door de jaren heen heeft hij steeds de kwaliteit verbeterd. En uiteindelijk is er een hele mooie editie van uitgekomen. En deze zijn gewoon nog steeds verkrijgbaar. Het is een hele luxe borstel die gewoon heel goed is voor je haar. Omdat hij varkenshaar bevat en nylon. En dat is gewoon goed voor normaal en fijn haar. Nou, normaal fijn haar heb ik dus. En met deze borstel kun je dan gewoon makkelijke klit uithalen. En zorg ervoor dat je haar gewoon zacht is en niet breekbaar wordt. Dus dit is dus de haarborstel van de Maison. Nou, dan hebben we Brown Silk Appeal. Dit is een epileerapparaat die je makkelijk kunt gebruiken voor onder water. Want onder water scheren is dus minder pijnlijk. En ja, epileren is natuurlijk heel fijn. Ik gebruik meestal een epileerapparaat omdat je dan je haartjes minder snel teruggroeien. Je kunt gebruiken voor je oksels en benen of voor je gezicht. En het bevat een lampje, zodat je ook kunt zien de haartjes, waar de haartjes zitten. En je hebt verschillende standjes, gewoon wat zachter en wat sneller. Dus dit is dus de Brown Silk Appeal 7. Het is een heel fijn product. Nou, dit waren de producten, mijn 5 favorieten van deze maand. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doeg!